Dinsdag 15 november 2021. Ik ben Axel van BTC Direct. Hallo en vandaag is de dag. CoinMarketCap die kleurt rood. Hoe dat komt, gaan we natuurlijk zo meteen bekijken in de technische analyse. Even kijken wat betreft grafieken in ieder geval. Wat er is gebeurd. Wat er misschien nog wel staat te gebeuren. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk even kijken naar de allerlaatste nieuwtjes. De grootste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van crypto. Misschien dat we daar nog wel iets in kunnen vinden dat hier eventueel impact op heeft gehad. Dus gaan we bijvoorbeeld kijken naar de Rabobank die wederom op de vingers wordt getikt omdat ze zich wederom niet aan de regels houden. Cryptomarkt, ja, die levert flink in, zo'n 9% voor alleen al Bitcoin. Wat is daar gebeurd? Hoe ziet dat er op dit moment uit? Valkyrie, die komt ondertussen wel gewoon op hele korte termijn met een nieuw uitgebreid cryptofonds. Biden tekende gisteren de beruchte infrastructurewet. Wat heeft dat mogelijk voor gevolgen voor crypto? En de Bitcoin Futures ETF van VanEck is vanaf dit moment verkrijgbaar. Wij starten natuurlijk met de stand van zaken in de hele cryptomarkt van dit moment. Rood, overwegend rood. Dat zie je bijvoorbeeld heel erg snel als je gaat kijken op een willekeurige site met erin een overzicht zoals bijvoorbeeld coinmarketcap.com. Waarin alles, maar dan ook echt alles op dit moment diep rood kleurt. En met alles bedoel ik zowel op 24 uur als ook over de afgelopen 7 dagen. Terwijl onderaan de streep op dit moment is eigenlijk alles rood. Dat geldt in ieder geval voor de gehele top 11. Avalanche laat dan hier op positie 12 een kleine uitzondering op die regel zien. Die de regel bevestigt misschien wel met toch nog een plusje van 1,03% over de afgelopen week. Maar voor de rest is het verzoeken voordat we weer een beetje fatsoenlijke percentages gaan tegenkomen. Dat is in ieder geval wat er op dit moment aan de beurt of aan de hand is. En het is eigenlijk gebeurd, dat wilde ik zeggen, sinds zo'n beetje vanmorgen. Toen, vanaf dat moment, kregen de meeste crypto's dus een enorme daling te verduren. Voor Bitcoin betekent dat, zoals je hier ook al ziet, op dit moment zo'n 6,8%. Maar in totaal hebben we tot zo'n 9% in de min genoteerd. Dieptepunt dat daarbij kwam kijken, moet je niet schrikken. Dat stond op $58.563. En het is dus ruim $10.000 onder de all-time high van nog maar een paar dagen geleden. Maar goed, daarna kwamen we weer een klein beetje omhoog. We kwamen weer terug op het koersniveau van ongeveer 10 dagen geleden rondom die $60.000. Waar dat we nu dus ook weer zitten. Ten tijde van dat dieptepunt zaten we kortstondig op het niveau. Zo erg is het dan ook weer niet als je het zo gaat bekijken van eind oktober. Maar ja, het is natuurlijk nog maar net soort van november. Dus dat is in ieder geval het prijsgebied waar dat we met die flinke daling, met het dieptepunt van die flinke daling weer op terecht zijn gekomen. Ja, zo zag Bitcoin door deze hele gebeurtenis in slechts 4 uur tijd ruim $300 miljoen Amerikaanse dollar longposities geliquideerd worden. De grootste pijn die zal dan dus ook worden gevoeld op dit moment bij allerlei handelaren en investeerders die handelen met leverage producten, oftewel met hefboomproducten. Sommigen die spreken dan ook van een leverage shakeout. Oftewel, na deze gebeurtenis zal dat aantal posities in de markt dat openstaat met een hefboom flink zijn afgenomen. Zorgt ook weer voor een soort reset en een nieuwe, misschien ook wel meer reële balans binnen de hele Bitcoin-markt. Maar de beweging die we nu hebben gezien valt samen met nog iets heel erg belangrijks. Daarvoor gaan we vroegtijdig al even kortstondig kijken naar tradingview.com. Wat is er nog meer aan de hand? Het valt namelijk ook samen met het vullen van een CME Futures Gap die op dit moment nog open stond. En die werd namelijk hier gecreëerd. Dit was in het weekend van 9 en 10 november. Toen ontstond er een gat eigenlijk tussen grofweg de $61.000 en de $63.000. Verschil met de futuresmarkt van CME Group en de Bitcoin handel op beurzen is dat die futures wel een sluitingstijd hebben. In het geval van CME bijvoorbeeld sluit het op vrijdagavond om 11 uur Nederlandse tijd. Opent om maandag middernacht eigenlijk weer. In die tijd daartussen wordt er dus niet gehandeld op die markt. En natuurlijk lopen de cryptomarkten aan de andere kant wel gewoon door. En dat kan ervoor zorgen dat er tussen het sluiten op vrijdagavond, het openen op maandagochtend vroeg, een gat in de prijs ontstaat. Heel erg vaak, dat wijst in ieder geval de geschiedenis uit, moet dat gat weer een keer worden opgevuld. Oftewel de koers moet daarna nog een keer terugzakken naar het in ieder geval dieptepunt van dat hele gat. Vanuit daar is er dan weer groei mogelijk. Dat is een veelgehoorde theorie. Nou, en dat is dus ook wat we hier hebben gezien. We zijn inderdaad teruggezakt tot helemaal
dit sluitingspunt hier, dat laagste punt van die hele gap aan toe. Zelfs wel tot het ultieme dieptepunt nog een stuk dieper. Maar je ziet dat we nu weer een klein beetje groen noteren. Eigenlijk richting het niveau dat we hier aan de onderkant ook zien. Zou in ieder geval mooi in de theorie passen. Maar dat is ook nog een belangrijke omstandigheid. Waar dat we nu mee te maken hebben gehad en nog steeds wel een beetje hebben. Dan nog iets wat we ook zeker niet moeten en ook niet gaan negeren. Gisteren is het gebeurd. President van Amerika Joe Biden die heeft zijn handtekening gezet onder de toch best al veel besproken infrastructure bill. En waarom is die zoveel besproken? Ook bij ons, omdat die mogelijk ook hele grote consequenties gaat hebben voor de hele crypto-industrie. In ieder geval in de VS, dus op een behoorlijk deel van de crypto-industrie daarmee ook. Het grootste probleem van die nieuwe wetgeving, want het is uiteindelijk een heel groot pakket met onder andere nieuwe wetgeving daarin, is dat er een hele brede definitie in zit voor partijen die onder die nieuwe wetgeving verplicht gaan zijn om allerlei data van hun gebruikers bij te houden en dat ook nog eens te gaan delen met de Amerikaanse Belastingdienst. Want als we letterlijk de letter van die wet zouden gaan volgen, dan moeten ook bijvoorbeeld ontwikkelaars van crypto wallets de transacties van hun gebruikers gaan monitoren. En dat is een verplichting die in dat geval natuurlijk bij ontwikkelaars van wallets praktisch onmogelijk is. En als we dus ook nog wat verder gaan kijken naar de letterlijke letter der wet in dit geval, dan zouden bepaalde bedrijven en ontwikkelaars dus ook die gegevens moeten gaan bijhouden die juist niet bijgehouden kan worden vanwege de aard van crypto, waarin dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de anonimiteit die daarbij komt kijken, dat het überhaupt technisch bijvoorbeeld onmogelijk is om dat te gaan tracken. En dat maakt het dus dat heel veel partijen hiermee in een heel lastig pakket terecht kunnen gaan komen. Het komt er in feite, om het een beetje te vergelijken met een andere situatie, dan hoor je hoe krom het eigenlijk is, op neer dat een fabrikant van een portemonnee, een ouderwetse, lederen portemonnee bijvoorbeeld, moet gaan vragen waar de cash transacties van de gebruiker van die portemonnee vandaan komt, dat ze die moeten gaan controleren. En als iemand meer dan 10.000 euro cash in zijn of haar portemonnee stopt, dat ze een melding moeten gaan doen bij de Belastingdienst. Zo zou dat er in de huidige praktijk dan eigenlijk uit moeten gaan zien. En dat klinkt toch best wel een beetje vreemd. Nou, reden genoeg, gelukkig, dat er ook een aantal senatoren zijn die zeggen, ja, hier moeten we echt wat mee gaan doen. Zoals bijvoorbeeld Ron Wyden en natuurlijk Cynthia Loomis. Zij hebben namelijk al om een wetswijziging gevraagd om het meer crypto-vriendelijk te kunnen gaan maken, dit hele nieuwe geheel. Voornaamste argumenten van Wyden en Loomis voor het indienen van die wetswijziging dan natuurlijk, is dat het de innovatie binnen de hele crypto-sector op dit moment flink zou kunnen gaan tegenwerken. Ze zeggen daar het volgende over. Ons nieuwe voorstel maakt duidelijk dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op individuen die software en bijvoorbeeld wallets ontwikkelen. De beschermde innovatie in Amerika en zorgt er tegelijkertijd ook voor dat iedereen die handelt in crypto netjes gewoon zijn belasting moet gaan blijven betalen. Nou, Loomis laat daarbovenop nog weten dat ze er echt van overtuigd is dat eigenlijk crypto in de hele breedte een blijvertje is. Binnen het huidige financiële systeem ook zal blijven bestaan. Dat digitale assets sowieso een hele grote toekomst tegemoet gaan. Oftewel de beslissingen die nu worden gemaakt, ja, die vindt zij ook van grote impact op de sector, met name ook mogelijk voor de hele lange termijn. Daarom moeten ze nu ook zo voorzichtig zijn dat ze innovatie niet gaan tegenwerken, maar dat ze dat juist blijven stimuleren. Nou, op dit moment is helaas nog niet duidelijk wanneer dit nieuwe voorstel van Wyden en Loomis ter stemming gaat worden gebracht. En wat daar vervolgens de effecten van zouden kunnen gaan zijn. Want als we naar een aantal schattingen gaan kijken van de Joint Committee on Taxation, dan zou die nieuwe regelgeving met betrekking dus tot crypto alleen maar dat stukje ervoor moeten gaan zorgen dat de VS de komende 10 jaar zo'n 28 miljard dollar, het is zo'n 24 miljard euro, aan extra belasting moet gaan ophalen. Nou, er zijn ook al verschillende, natuurlijk vooraanstaande mensen uit de crypto die dit nieuwe voorstel steunen, die dus een wijziging daarvan ook heel graag willen zien. Denk aan Jack Dorsey als CEO van bijvoorbeeld Square en Twitter, maar ook Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, die hebben allemaal hun voorkeur voor dit nieuwe wetsvoorstel van onder andere Loomis al uitgesproken. Tussen al deze grote en impactvolle gebeurtenissen gebeurt er ook nog wel het een en ander dat het label positief mag krijgen. Zoals bijvoorbeeld de Bitcoin Future ETF van VanEck, die vanaf dit moment, as we speak, verkrijgbaar is.
Vanaf vandaag om 3:30 Nederlandse tijd was dat, is de Bitcoin Strategy ETF op de Amerikaanse beurs CBOE gelanceerd. En daarmee ziet het product dan eindelijk echt het levenslicht nadat het eind oktober al de goedkeuring had mogen ontvangen vanuit de SEC, de toezichthouder dus natuurlijk. Het is toch best wel een opsteker op dit moment voor Van Eck, want ze hebben zeer recent natuurlijk nog een afwijzing gehad. Het al veel eerder ingediende aanvraag voor een Bitcoin Spot ETF. Maar dat zit er voorlopig ook voor deze partij nog niet in. Dus ja, dan maar zo natuurlijk. ETF kun je overigens gaan terugvinden onder de ticker XBTF. En hiervoor geldt dus dat het ook een ETF gebaseerd op futures is. Van Eck gaat de futures die hiervoor benodigd zijn inkopen op de CME-beurs. Dan zijn ze ook zeer zeker niet de eerste in. Het is inmiddels de derde partij of het derde fonds, om het zo maar te zeggen, dat op deze manier bestaat. De derde Bitcoin Futures ETF dus op de Amerikaanse markt. Eerder waren ProShares al aan de beurt. De ticker BITO op de New York Stock Exchange kun je die terugvinden. En Valkyrie, de ticker BTF, net niet by the fucking dip. Op de Nasdaq kun je die terug gaan vinden. De Bitcoin Future ETF's van die drie partijen zijn op dit moment dus allemaal verkrijgbaar. Valkyrie kwam zojuist al voorbij, maar behalve een Bitcoin Futures ETF gaan zij ook op hele korte termijn kouwen met een splinternieuw crypto investeringsfonds. Wat Valkyrie Investment is namelijk van plan om een nieuw hedgefonds aan te gaan bieden, gaat gekoppeld zijn aan de prestaties van een heleboel verschillende DeFi projecten en bijbehorende activa. Aanstaande maandag moet het al zover zijn, 22 november heb ik het dan over. Dan moet het beschikbaar gaan zijn onder de Valkyrie On-Chain DeFi Fund. Naam heb ik het dan dus over. En het fonds is best wel breed opgezet, want het gaat de investeringen doen in tenminste 24 verschillende crypto's op zeker 13 verschillende blockchains. En er is nog geen complete lijst bekendgemaakt. Maar wel is er het sterke vermoeden en er sterke geruchten dat in ieder geval Ethereum, Solana, Avalanche, Binance, Smart Chain, Matic en Phantom onderdeel gaan uitmaken. Ja, van eigenlijk de waslijst aan verschillende coins en tokens waar dat ze in gaan investeren. In eerste instantie gaan ze er $100 miljoen tegenaan gooien, afkomstig van Valkyrie's investeerders en partners. Om dus direct een mooie kickstart te kunnen gaan geven. En Wes Cohen, dat is de managing director van DeFi bij Valkyrie in ieder geval. Die zegt dat Valkyrie de coins gewoon gaat aanhouden ook echt op de blockchain. Dat doen ze niet zomaar, want daarmee wordt er ook nog het een en ander aan extra inkomsten gegenereerd. Bijvoorbeeld de winst uit yield farming, staking rewards en allerlei andere mechanieken die er op dit moment denkbaar zijn en bestaan op DeFi platformen. Het goede nieuws in ieder geval voor de eindinvesteerder dat de winsten die daarmee worden behaald zeer waarschijnlijk ook doorgespeeld gaan worden naar die investeerder. Dus dat het met iedereen gewoon netjes gedeeld gaat worden. En als dat ook zo is, als je daar als investeerder dus ook nog eens van mee kan profiteren, ja, dan is dat wel echt een flink onderscheidend punt in positieve zin dat Valkyrie dan heeft ten opzichte van de rest. Bijvoorbeeld de DeFi Fund van Galaxy Digital, als we daarna gaan kijken, die houden die cryptocurrency op een passieve manier vast. En die maken dus geen gebruik van die extra verdienmogelijkheden. En ook jij als investeerder kan daar dus geen aanspraak op maken op die manier. Nou, behalve dit DeFi fonds is Valkyrie natuurlijk ook al jaren bezig met het op de markt brengen van een echte Bitcoin Spot ETF. Nou, op dit moment is dat dus, wat we net ook al hebben besproken, nog niet goedgekeurd. Maar ja, ze zijn dus wel de eerste geweest die een Bitcoin Futures ETF lanceerden. En ze gaan hun productlijn op dit moment op een andere manier dus blijven uitbreiden. Wederom komt deze partij voorbij in ons nieuwsoverzicht en wederom niet zo positief. De Rabobank heb ik het over. Laatst was het al aan de hand dat zij hun zakelijke gebruikers verboden om te investeren in crypto. Je kon met een zakelijke rekening in ieder geval geen transacties meer uitvoeren naar crypto gelieerde partijen. Dat gaat natuurlijk al ver in heel veel opzichten, veel te ver. Als je het mij vraagt, maar nu blijkt dat de Rabobank zelf het ook allemaal niet zo nauw neemt en voldoet wederom niet aan de wetgeving rondom witwassen. Het is mooi, een beetje dubbel, vind ik het een beetje typerend dat de Rabobank aan de ene kant dus een hele branche uitsluit, dat zij vinden dat daar niet goed genoeg wordt gecontroleerd en tegelijkertijd dat ze zelf voor de zoveelste keer dus op het matje worden geroepen. Niet door de minste, ditmaal wederom door de Nederlandse bank. Want het gaat er dus om dat de wetgeving niet net zo goed geldt voor banken rondom het tegengaan van witwassen niet voldoende wordt nageleefd.
wordt in ieder geval niet in genoeg aan gedaan om dat te kunnen naleven. DNB is daarom ook een traject tot bestraffing al gestart. En dergelijke zaken die hebben bij andere banken in ieder geval in veel gevallen al geleid tot strafvervolging door het OM. De DNB zelf kan echter ook straffen uitdelen, dus dat is wat er nu in ieder geval gaande is. Tot zover. Het is niet de eerste keer dat ze hiermee in aanraking komen. De DNB die heeft het bedrijf eerder ook al een last onder dwangsom, een voorwaardelijke boete is dat eigenlijk opgelegd. Ging ook om precies dezelfde situatie als nu weer. 1 april 2020 was toen de deadline. Per die datum moesten ze aan het een en ander voldoen, anders moesten ze die boete wel betalen. Nou, 11 februari dit jaar bleek dat ze daar alsnog niet aan voldeden. De bank moest toen 500.000 euro aan boete betalen. Dan weet je ook weer waar die rentetarieven naartoe gaan die je daar nu betaalt. Nou, de bank die voldoet volgens de toezichthouder dus nog steeds niet, weer een jaar later zo'n beetje, aan de gestelde voorwaarden. En dan gaat het dus eigenlijk in de totaliteit om de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme, waar dat het een en ander niet volledig aan wordt voldaan. Tomman Wiebe Draaier die laat in een reactie weten dat ze die controle de afgelopen jaren flink hebben aangescherpt. Substantieel aangescherpt noemt hij het zelfs. Ze noemen het ook een voortdurend proces en daarmee constant in overleg met de DNB. Maar het blijkt toch nog niet genoeg te zijn. Goed, al dat nieuws gaan wij achter ons laten. En we gaan natuurlijk heel snel door naar de koersen. Koersen op tradingview.com en dan in dit geval voor deze mooie dinsdag. Wat is nu de stand van zaken? Nou, wat betreft de koers wat minder mooi, want het is met name rood. En dat heeft ook al direct natuurlijk zijn uitwerking op de weekcandle. Tot zover is nog jong, maar toch al flink en vooral ook rood. Min 6,71% op dit moment. Laagste punt, ja, $58.563. Dat zelfs vandaag nog werd aangetikt. Hoogtepunt van dezezelfde week, $66.387. Dus we hebben nu al een turbulent exemplaar achter de rug. Je ziet daarmee wel, ja, we komen daarmee weer op deze lijn terecht. Een beetje de top van de hele periode. Hier de vorige keer dat we een all-time high noteerden, daar zijn we nu weer eigenlijk naar afgezakt. Wel zitten we op het grote plaatje op deze weekcandles dus nog steeds in het opwaartse kanaal. Dat is natuurlijk weer goed nieuws. We hebben hier eerder met zo'n mooie rally te maken gehad. Daarna moesten we toch weer even een test gaan uitvoeren op de onderkant. Mooie vlag eigenlijk die daar werd gevormd. Nou, reactie daarop, wederom zo'n vlag omhoog. In ieder geval de MAS dan. En nu is het dus tot zover wat zijwaarts geweest. Natuurlijk met vorige week toch weer een nieuwe all-time high die we eruit weten te persen. Nu zijn we eigenlijk weer een beetje weg uit dat topgebied en teruggevallen in dat zijwaartse kanaal. Dat zijwaartse bereik met uiteraard het bijbehorende risico dat we hem helemaal tot aan beneden toe moeten gaan uitspelen op termijn. Dat we dus nog een keer een onderkant, de test zouden moeten gaan doen op de onderkant in ieder geval van dit kanaal. Net zoals we hier hebben gezien. Zover is het nog niet. We hebben nu net de halveringslijn, zal ik maar zeggen, hier in het midden van dat kanaal verloren. Maar het is wel weer een risico waar dat we zo meteen mee te maken gaan krijgen. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de kortere termijn, zoals de 4-uur candles, ja, dan ziet dat er zo uit. We waren hier eigenlijk binnen die wat zijwaartse beweging toch weer een mooie beweging omhoog aan het inzetten. Namelijk dit kanaal dat hier omhoog wijst, daar wisten we hier even bovenuit te tornen. Zorgde dus ook voor die hele mooie nieuwe all-time high hier. Maar ook dat was zo'n korte duur. Je ziet direct daarna dat we terugzakken naar eigenlijk de oude resistance lijn van dit kanaal. En daar ook direct onder doorbreken. We zakken helemaal terug met die wick hier bijna naar beneden aan toe. Dan weten we vanaf dat moment wel nog wat houvast te vinden rondom die $65.000 lijn. Dat gebeurt hier, dan blijven we echt een tijdje rond emmeren. Daarna zakken we toch weer terug. Je zou hier zelfs deze driehoek een beetje overheen kunnen gaan tekenen. Langzaamaan blijven wij het proberen, blijven wij testen hier op die $65.000 lijn. Wederom kortstondig weten we daar doorheen te breken. Maar dan komen we deze lijn tegen. En dan is het feest snel voorbij. We zakken terug naar de onderkant. En uiteindelijk verliezen we hier al die belangrijke supportlijnen. Namelijk van dat opwaartse kanaal en ook van deze driehoek. Donderen we in één keer terug tot dat toch wel flinke dieptepunt gezien over de afgelopen dagen. Daarin zijn we natuurlijk wel wat verwend geweest. Maar dan kan ook zo iets weer om de hoek komen kijken. Dat gebeurt hier dan. Wel zie je gelukkig dat het hier aan de onderkant een lange wick is. Oftewel, wordt snel weer opgekocht. We komen weer op een veel hoger niveau uit. In ieder geval boven die $60.000. Dat is belangrijk. Vanuit daar lijkt voor nu de beweging rustig aan. Klein beetje, stapje bij beetje weer omhoog gezet naar boven toe. Plus 1% in de meest recente 4-uur candle. En daarmee handelen wij op dit moment op een
goede, comfortabele 61.000 Amerikaanse dollar. Ja, het wordt nu dus wat spannend. We zitten in ieder geval nog in dit grote kanaal. In het allerslechtste geval, ja, dan moeten we toch hierna gaan kijken. Ja, echt belangrijke kruispunt hier, de onderkant daarvan. Als we daarop weer zo'n test zouden gaan uitvoeren, wel zie je dat we hiermee weer in het vaarwater zijn gekomen van het prijsniveau hier. Hier is dus wel degelijk een mooie support te vinden. Eerder hier ook een resistance geweest, zodat we voor nu ook vanuit hebben kunnen blijven gaan. Zou het dan misschien in het positieve scenario kunnen gaan lukken om weer verder omhoog te gaan bewegen en weer in dit kanaal terecht te komen? Dat zou mooi zijn. Dan komen we namelijk heel snel weer dat kruispunt met die 65.000 dollar tegen. Daarboven, ja, kan het natuurlijk, zoals je hier ook ziet, heel snel gaan. Wie weet weer op naar nieuwe hoogtepunten. Maar goed, dat zal voor nu weer eventjes iets langer op zich laten wachten. De week is nog jong, het is pas dinsdag, maar in ieder geval wel al een week waarin het niet saai is. En waarschijnlijk ook zal dat zo blijven. Het zal nog een bewegelijk exemplaar gaan worden. Voor nu hebben we al heel wat bereik gehad. De komende dagen gaan we dat weer iedere dag checken. In ieder geval op de grafieken, wat de bewegingen zijn geweest natuurlijk voor Bitcoin wat betreft de waarde. En ook alles daaromheen. Alle nieuwtjes en bewegingen en ontwikkelingen, noem het maar op, uit de hele blockchain en crypto sector. Gaan we er iedere dag hier weer op naslaan. Ik hoop je dagelijks dan ook weer terug te zien. Dat kun je heel gemakkelijk regelen als je dat graag wil. Namelijk subscribe op dit kanaal. Het kost je helemaal niets. Ja, één muisklik. Dan ben je er altijd als eerste bij. En daarbij mag je natuurlijk altijd nog een duimpje omhoog achterlaten. Hoe dan ook, goed je hier weer gezien te hebben. Ik spreek jou morgen gewoon weer om samen de week te gaan halveren. Dus tot dan! Doeg!